Crispijn Ariens, wat een wedstrijd. Ja, sorry. Maar het is zo'n zware wedstrijd. En we hebben al, ik denk dat iedereen bijna vijf weken geen wedstrijd heeft gereden. Het is de eerste wedstrijd weer en iedereen die denkt, vliegen er vol in het begin. En met een klimmetje erbij, dat wordt gewoon zo'n zware wedstrijd. Dus toen kwamen we uiteindelijk weg met een man of 12, denk ik. Ik weet niet precies. Maar Arjan Smits had erbij, een mooie ploeggenoot erbij. Verder had iedereen volgens mij een ploeggenoot erbij. Dus we kwamen snel weg. En ik zei net tegen Arjan, we gaan eigenlijk als een sprint wordt, gaan we voor jou. En toen probeerde ik nog een keer een tussensprint te winnen met, voor het klassement. En toen kwamen we weg met een man of 6 volgens mij. En toen dacht ik ook van Carlo zat erbij. En ik ja, dan wordt het zo moeilijk om dan nog in een sprint te winnen. Dan moet gewoon wegrijden, moet gewoon op een gegeven moment alles of niks geven. Als het omhoog gaat en dan ging het perfect. Ja, want het trainingskamp in de Pyreneeën, dat heeft je goed gedaan. Want het klimmetje ging je gemakkelijk af. Ja, het trainingskamp in de Voromeu was super. We hebben heerlijk gefietst. En de week daarna ben ik meteen op vakantie gegaan naar Kroatië samen met mijn vriendin. Heerlijk, gewoon lekker aan het zwembad gelegen, niks gedaan. Een weekje en dat betaalt goed uit blijkbaar. Want iedereen zag je op de klim er vandoor gaan, maar ze werden weer teruggepakt. Ze gingen allemaal kapot. Ja, dat klopt. De meesten die gingen op de klim er vandoor. En in je eentje nog een paar ronden alleen wil dat niet. Ik denk ja, dan gooi ik gewoon alles op de laatste halve ronde. Dat moet kunnen. En want ze waren ook allemaal alleen in de kopgroep. En we zoeken elkaar om heel even aan te kijken. En je hebt een gat en je gaat er naar beneden. Het laatste stuk, nou ja, dan moet je zoveel harder rijden om dan nog dicht te rijden. En dan kon ik gelukkig houden tot de finish en daar ben ik hartstikke blij mee. Terschelling, nieuw parcours, wat verwacht je ervan? Ja, ik ben er heel even geweest om een mooi promotiefilmpje op te nemen. En dan zag je al meteen dat het gaat een beetje omhoog naar beneden. En als er wel wind staat, dan staat meteen wind vol van voren. Ja, het wordt gewoon een heel zware wedstrijd, maar ik denk zeker dat het een mooie wedstrijd wordt. En zeker de finale, iedereen wil de finale winnen. En ik verwacht een hele mooie wedstrijd en we zullen zien.